Wist je dat de klok voor 1680 maar één wijzer had? En wist je dat horlogemakers eeuwenlang hebben geworsteld met het nauwkeurig laten lopen van een klok? Nee, ik wist dat echt niet, maar het schijnt echt zo te zijn. George, jij houdt je bezig met tijd en allerlei apparaten waar je tijd op af kan lezen, zoals klokken, horloges. Tijd hebben we eigenlijk volgens mij verzonnen, hè, ooit. Nou ja, tijd, eigenlijk al duizenden jaren zijn mensen bezig met tijd. Dus er is ook niet echt één persoon aan te wijzen die het bedacht heeft. Wel weten we dat 2000 jaar voor Christus mensen in het Midden-Oosten de indeling hebben gemaakt naar 60. Dus 60 seconden in een minuut en 60 minuten in een uur. Zoals we dat nu nog steeds eigenlijk hebben. Precies. Ja. En wanneer zijn mensen bezig gegaan met het maken van een soort klok? Het mechanische uurwerk is eigenlijk ontwikkeld in de 10e eeuw. Dat was eigenlijk toen de tijd, was het echt de meest ingewikkelde machine die een mens kon maken. En het begon eigenlijk allemaal op zee, waar je dus tijd nodig had om de locatie van het schip te berekenen. Nou, dan moet je echt denken aan die grote mechanische uurwerken, die nog totaal niet accuraat waren. Bijvoorbeeld als de klok 1 minuut niet nauwkeurig liep, dan week dat in de tropen meteen 28 kilometer af. Dus het was echt belangrijk dat het zo nauwkeurig mogelijk was. Eigenlijk de grootste innovatie is toch wel halverwege de 20e eeuw geweest. Want toen is namelijk het kwartshorloge ontwikkeld. En dat betekent eigenlijk dat het horloge elektrisch kon worden aangedreven in plaats van mechanisch. Dat was echt een vrouwensieraad in het begin. Oh ja? Maar later was het dus ook, eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog, werd het ook eigenlijk een mannensieraad. Want al die soldaten hadden in plaats van een zakhorloge, kregen ze een polshorloge. Omdat het makkelijker was. Precies, dan kon je even makkelijker kijken inderdaad. Als je zo zou pakken, dan bam, vliegen al. Ja, je moet wel voor je uitkijken natuurlijk. En hoe is die ontwikkeling verder gegaan dan? Smartwatch en ook met NFC zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld je gezondheid te meten en dat soort zaken. Maar eigenlijk mijn collega, die weet er alles van. Nou, dat is prima. Zullen we even naartoe lopen? Dus, ja, oké, super. Jomer, jij kan me wat meer vertellen over het horloge van de toekomst. Inderdaad. Je wilt ook vast weten welke ontwikkelingen er allemaal gaande zijn. Hè? Absoluut. Je ziet tegenwoordig veel ontwikkelingen. Je ziet daarbij horloges waarmee je kunt bellen, waarmee je kunt teksten, foto's maken, noem maar op. Echt een vervanger van je smartphone. Je hebt ook horlogemerken die veel zich richten op het traditionele horloge. Waarbij die technologie wel aanwezig is, maar niet zozeer opvalt. Dus het blijft echt een mooi authentiek horloge en je kunt er toch van alles mee. Ik heb er hier bijvoorbeeld één. Bij dit horloge kun je eigenlijk verbinding maken tussen het horloge en je telefoon. Dat zou ik even kunnen demonstreren. Mag ik even jouw telefoon gebruiken om dat even te laten zien? Nou ja, goed. Dus het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk, je houdt je smartphone tegen het horloge aan. En dan wordt er een verbinding tot stand gebracht. In dit horloge zit een NFC-chip. En deze telefoon die heeft ook NFC. Wordt er een automatische verbinding gelegd. En dan krijg je eigenlijk alle informatie die aan het horloge gekoppeld is, krijg je te zien op het scherm. En wat voor soort informatie kun je dan uitwisselen? Stel je voor, je wil je vriendin een leuk cadeau geven. Dan maak je een mooie video van jezelf, waarin je jezelf eigenlijk opneemt. En dan spreek je een persoonlijke boodschap in. En die video die kun je dus toevoegen aan het horloge. Dus, maar je kunt ook een foto of een tekst of zo. Dat is eigenlijk een heel sympathiek idee ook. Ja, ja. En wat voor soort informatie kun je er nog meer in opslaan of overdragen? Ja, je kunt er eigenlijk allerlei interessante informatie op kwijt. Denk bijvoorbeeld aan de garantieperiode. Hoe lang heb je nog garantie? En waar is je servicepunt? Hè? Welke reparaties kun je daar laten uitvoeren? Welke producten kun je daar kopen? Of nou, misschien hebben ze wel hele interessante aanbiedingen voor jou. En die kun je daar ook terugvinden. En kun je eigenlijk ook informatie op afstand uitwisselen? Ja, eigenlijk overal waar je internet hebt, kun je die boodschap wijzigen, aanpassen of toevoegen. En zowel thuis als op je telefoon of op je tablet. Nou, leuk joh, maar je gaat met je tijd mee, zou ik maar zeggen. Nou, precies. Ja, super. Hey, top. Ja. Mag ik jou wat vragen? Ja. Weet je hoe laat het is? Nee, ik heb geen tijd om. Oké, dan heb ik er een voor je. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. En er staat ook nog een leuk berichtje op. Oké, super. Dankjewel. Hi, wist je dat elke zaterdagochtend om 9:55 te zien is op RTL 4? Ik denk ik zeg het even, want misschien zie ik je dan nog eens een keer. Dag.